Beste kijkers van Pim, we staan hier in het clubgebouw in Monnikendam van de Olympia Cumbrio, de muziekvereniging. En er is een speciale avond vanavond, want er zijn 4 kapellen aanwezig die allemaal gaan spelen. En ik sta hier even met de voorzitter van de Monnikendamse vereniging Olympia Cumbrio, met Gerard Visser. Ja, Gerard, het is al helemaal vol hier. Ja, we hebben een volle bak vanavond en dat hadden we eigenlijk ook wel verwacht. Want die kapellen hebben heel veel aanhang, die ze ook meenemen. En er zijn natuurlijk wat losse mensen die ook gewoon willen komen. Want we hebben wel hier en daar wat reclame gemaakt. Dus, okay. Ja. En welke kapellen zijn er vanavond? Nou, we beginnen met de kaaskapel uit Edam. Daarna hebben we de kapel uit Zeevang. Dat is de omgeving Oosterhuizen. En daarna hebben we de Amsterdamse Blaaskapel. En als laatste hebben wij als afsluiter, doen we het zelf, dus de Gouden Zeekapel. En als, en helemaal aan het eind hebben we nog een, spelen we een nummertje helemaal samen met alle kapellen bij elkaar. Dus dan past dat wel op dat podium? Nou, dat zal niet helemaal passen, maar het, dan gaat het dak er wel af, want dat zal wel een heleboel herrie geven. Ja, precies, ja. Ja. Nou, mooi. En zijn er nou nog onderlinge verschillen in de kapellen? Weet u dat zo? Nou ja, de Kaaskapel speelt ook wel feestmuziek, dat heb ik tenminste gelezen. En wij spelen wat Beumische muziek uit Egerland, dat is Tsjechisch. En dat speelt de Amsterdamse Blaaskapel ook wel een beetje. Dus het heeft wel overeenkomsten, maar er zijn ook wel aparte dingen die wij weer niet spelen en zij weer wel. Dus. En dat laatste is dan dat jullie allemaal tegelijk spelen. En dat hebben jullie ook al ingestudeerd met elkaar, niet dan natuurlijk, hè? Nee, dat hebben we niet ingestudeerd met elkaar, maar we hebben wel, wij hebben het nummer zelf opgestuurd naar ze via de mail. Ja. En dat hebben ze dan ingestudeerd en nou ja, iedereen kan noten lezen, dus dat komt wel goed. Ja. Komt wel goed. Ja. Wat is de aanleiding voor deze avond? Nou ja, deze muziek heeft niet meer zoveel aanhang als vroeger. Vroeger was het veel bekender in Monnikendam, dit soort muziek. En toen dachten wij vorig jaar, nou van de winter, januari, van we moeten toch weer eens wat organiseren met andere kapellen. En dat hebben we dus gedaan, en, want anders is het altijd in bejaardenhuizen spelen en dat is wel leuk, maar je wil ook wel eens een keer echt een Oostenrijkse avond. En dat hebben we dus nu georganiseerd. Ja. En ja, want daarom is iedereen ook verkleed, want jullie zijn niet in je normale tenue, toch? Nee, dit is de tenue voor de Gouden Zeekapel. Ja. Nou ja, dat zie je ook aan de andere mensen met hun tenuutjes. Dat is een beetje op de Oostenrijkse mode, zeg maar, afgestemd. Ja. Volksmode van het land. Hoeveel mensen zijn er nu bij jullie aangesloten? Onze kapel bestaat uit, als ik het goed zeg, een man of 18. En dat zijn ook mensen die spelen in onze fanfare. Niet allemaal, maar de meeste zijn ook wat mensen die komen uit Ozaan. Die zijn bij ons aangesloten. Maar er zijn ook, ik speel zelf ook in de fanfare en dat is met de meeste muzikanten zo. Ja, dus de fanfare is wat over straat komt met Koninginnedag en zo? Ja. Onder andere, ja. En we spelen ook wel in kerken en met andere dingen. Dus, ja. En is er ook wel eens gespeeld bijvoorbeeld met Zuiderwoude? Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Dat heb ik nog niet meegemaakt. Wel een keer met Volendam. Dat heb ik nog wel eens gedaan, maar Zuiderwoude kan ik me zo niet herinneren. Maar misschien is dat wat voor de toekomst. Nou ja, omdat u zegt van, dus eigenlijk neemt het wat af, hè, het enthousiasme voor dit soort kapellen. Maar binnen Waterland heb je dan al verschillende kapellen, dacht misschien aan voor een samenwerking. Maar... Ja, nou ja, dat klopt. Dat proberen we wel te bewerkstelligen. Dus ook met andere bestuursleden van andere verenigingen om eens een keer wat samen te doen. En dat zit allemaal wel in de pen, maar dit keer hebben we dat dus nu met deze kapellen wat georganiseerd. Ja. Dus waarschijnlijk horen we daar nog meer van, hè, voor andere avonden ook? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we dit gaan voortzetten. En het zou ook leuk zijn als de kapellen die wij nu uitgenodigd hebben, ons ook een keer uitnodigen. Ja. Dus, en dan heb je een wisselwerking. Ja. Nou, we gaan er naar kijken en naar luisteren. Okay. Hartelijk dank. Nou, oké, graag gedaan. Ja, en Zeevank is ook aanwezig hier. En toevallig heet u ook Visser. Dus dat mensen niet denken dat ik me vergis. Wout Visser. Ja. En u bent de voorzitter van Zeevank. Van Zeevankskapel. Ja, hoeveel mensen zitten daarin? 12 personen maar. Okay. Jammer dat er zo weinig personen zijn, want ja... De bijzondere muziek is op het ogenblik niet in. Nee, hoe kan dat nou eigenlijk? Dat weet ik niet. Want in Horeca de Erika kapel. En die had altijd met de Pinkster een grandioos feest. Maar bij gebrek aan bezoekers hebben ze het af moeten lassen. Ja, wat zonde eigenlijk. Ja, zonde. En wanneer spelen jullie? Wat voor gelegenheden? Meestal in de zorgcentrums. Ja.
En een steenwerpersavond van Warder en van Wardenverenigingen. En de Koninginnedag en zulke dingen allemaal eigenlijk een beetje, een beetje om de sfeer erin te brengen. Ja, precies. En wat speelt u ook buiten, ook als een fanfare door de straat? Nee. We zijn wel een zittende club. Niet, we gaan niet lopen in de straat op, want we zijn allemaal om erbij de 70 of ouder, zitten erbij van 80. Ja. En die blaast de eerste partij nog, de 80. Oh, okay. Een mevrouw. Ja, en hoe? Ja, één vrouw? Ja, die speelde eerst de bugel, maar die speelde, maar omdat de maat, die is als heup geopereerd. Oh, ja. En die kon hier vanavond nog niet aanwezig zijn. Nee, okay. Dus we hebben er nog voor gestaan om een andere bij te vragen. Het had wel gelukt, maar we gaan het toch met z'n eigen proberen. Okay. We zijn weer een gezelligheidsclub. Ja, dat is ook leuk. Maar hoe krijgt u nou jongere mensen weer enthousiast hiervoor? Dat is juist de moeilijkheid. Ja. Jongeren willen het gewoon niet. Ze hebben zoveel ander. Ja, muziekles is toch wel belangrijk? Wij hadden natuurlijk vroeger de dingen, toneelvereniging, fanfarevereniging en die kapel. Want die kapel is al eigenlijk, dat ik schooljongen was, had je in Warder al de Warderberenkapel. Ja. En dat was van Excelsior Warder. Okay. Maar toen zijn we overgegaan met de fanfare naar van Andante en Excelsior. En dat is Zeevangs fanfare geworden. Dus ook de kapel is toen Zeevangskapel gaan heten. Ja, oké. Okay. Dus die jongeren, dat gaat hem niet worden, denk je? Dat wil niet echt wel lukken. Nee. Okay. En als je een jongere hebt, Sylvia, een nichtje van me, die was dus ook een tijdje dirigent. En die deed altijd gekke schetsen, weet je wel, ervoor. En die verkleden dreigen ervoor. En grandioos en gekke dingen deed ze. Prachtig. Ja. Maar zie. Die kreeg wat problemen met haar gezondheid en die moest ermee stoppen. Ja. En toen zei ik ook, als ik nou ga zeggen, ik doe het niet, dan is de Zeevangskapel ter ziele. Ja. En dan komt hij niet meer terug. Nee, precies. Nee. Dat is vandaag de dag met al die verenigingen, want het wordt al moeilijker om verenigingen in stand te houden. Ja. Nee, dat dus is ik waar. Probeer gewoon met dit clubje nog zo lang mogelijk door te gaan. Ja. Maar ja, hoe lang weten we niet. En wat gaat u vanavond spelen? Wat vindt u nou het mooiste nummer? Nou, eigenlijk van alles. Wij blazen geen zware nummers, omdat we te weinig mensen hebben. Ja. Wij spelen ook allemaal meezingnummers. Okay. Dus ik ga gewoon vragen of ze allemaal gaan zitten te klappen en mee gaan zitten te spelen. Nou, wat een dolle avond. Ja, dat is toch de bedoeling? Ja, want er is hier niks verplicht en er moet helemaal niks. Nee, zo is het. Oké. Okay. Goed, fijne avond. Ja, van hetzelfde, hè? Oké, succes. Nou, ik hoop dat u een gezellige avond heeft. Achter mij zit al een kapel klaar. En Paula Kalverboer zal de avond aan elkaar praten. Prettige avond. Ja, ook namens mij van harte welkom op deze kapellenavond. Er spelen vandaag vier kapellen voor u. De Kaaskapel uit Edam, de Amsterdamse Blaaskapel, de Zeevangskapel en als laatste de Gouwzeekapel. En daarnaast zullen we nog met alle vier de kapellen de avond afsluiten. Eerst zal voor u optreden de Kaaskapel Edam. Deze kapel is heropgericht in 1992. Maar daarvoor luidde de naam Edammer Kaaskapel. En dit is in 1992 veranderd in Kaaskapel Edam. De kapel bestaat uit 19 leden en staat onder leiding van Dim van den Berg. Ze repeteren wekelijks, ze spelen alle soorten muziek en treden regelmatig op bij allerlei gelegenheden en natuurlijk bij de Edammer Kaasmarkten.
Gouwzeekapel is onderdeel van Olympia Combrio en u bent daar de voorzitter van, hè? Ik ben leider van de Gouwzeekapel, ja? En ik ben secretaris van het Grote Korps. Okay. Jan Martens. Ja, klopt. Okay. En hoe lang bent u daar al lid van? Van Olympia 58 jaar en van de Gouwzeekapel 36 jaar. Ik heb begrepen dat u heeft het overgenomen van uw vader? Ja, dat klopt. Die heeft het in eerste instantie opgericht in 1968. Ja. En in 1980 heb ik het overgenomen. Okay. En uit hoeveel mensen bestaat het? Een beetje wisselen, tussen de 14 en de 16 mensen. Okay. En wat spelen jullie? Oostenrijkse muziek, Tsjechische muziek en als het zo uitkomt ook wat meezingers. En spelen jullie regelmatig samen met Olympia Combrio of is het echt helemaal apart eigenlijk? Nee, het is een apart onderdeel die gewoon zelfstandig speelt. Ja. En dus nooit echt met z'n tweeën? En, Nee, omdat we gemengd lid zijn. We zijn zowel van de vervaren als van de kapel. Dus je kan, dan ga je leden missen in één van de twee. Ja. En ook de vervaren, dus loopt u ook zeg maar mee met Sinterklaas in tocht? Absoluut, absoluut. Ja. Wat vindt u nou het leukste? Ontspannen muziek maken. Gewoon de gezelligheid. Met elkaar. Gewoon leuk. En wat speelt u zelf? Trompet. En hoeveel trompetisten zitten erin? Drie. Vier eigenlijk. Ja. En andere muzikanten? Zijn het alleen blazers of niet? Slagwerk. Ja. Maar voor de rest alleen blazers. Ja, klopt. Ja. En hoe vaak oefent u nou met elkaar? Iedere vrijdag met de Gouwzeekapel. En iedere dinsdag met de fanfare. Dat is best wel intensief inderdaad. Jawel, ja, ja. En hoe vindt u zo'n avond als dit? Nou ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Je denkt er vaak over, je kent elkaar vaak ook wel. Dus dan is het wanneer wordt er weer een keer wat georganiseerd. Nou, nu hebben we het weer georganiseerd. Ja, het is ook een vrienden gebeuren. Ja, absoluut. Absoluut. En wat gaat u straks spelen? De nummers. Ik zou het uit mijn hoofd niet eens weten. Maar onder andere Hofbrauhaus, Morgenblüten. Lauwbinder, snel voor elkaar, aantal. Heeft u een favoriet? Nee. Dat moeten we elke keer wel even spelen. Nee hoor, dat wisselt heel vaak. Ja. Hangt van de gelegenheid af. Ja. Oké, nou dank u wel. Fijne avond. Dankjewel. Nou, deze avond is ook een goed doel en dat is Geef Luc de Ruimte. En ik sta hier met de opa van Luc, Simon Schilder. En u heeft een actie opgericht voor uw kleinzoon. Kunt u daar wat over vertellen waarom die actie is? Ja, wij hebben de stichting Geef Luc de Ruimte hebben wij opgericht. Omdat ik ben de opa van Luc Sanders. En Luc is bijna 3 jaar geleden geboren, geestelijk en lichamelijk gehandicapt. Luc die kan niet zitten, kan niet staan, kan niet eten. Luc ligt eigenlijk de hele dag, heeft wel veel therapie nodig. En voor mijn dochter en mijn schoonzoon wordt het erg moeilijk is het geworden om alles voor Luc in huis nog te regelen en dergelijke. Luc moet naar boven gebracht worden en daardoor moest er een aanbouw aan de woning ook komen. En we hebben nu met de stichting, de aanbouw is bijna heel compleet. Er zijn natuurlijk gigantische kosten mee gemoeid. De gemeente die betaalt al het een en het ander, maar je komt er nog ontzettend veel geld tekort. En daar hebben we de familie bij elkaar, de stichting Geef Luc de Ruimte opgericht. En voor een jaar of 15 geleden zijn wij vertrokken uit Monnikendam. En daarvoor was ik zelf ook zanger en grote trom bij de Gouwzeekapel. En die zeiden van we willen vanavond een feestavond geven en tevens een klein beetje aandacht aan jullie stichting geven. Dus zodoende zijn wij vanavond ook hier naartoe gekomen. En nou is het zo, er zijn consumptiebonnen en mensen kunnen hier doneren. Hè? Hoe gaat dat precies? Nou, wat ik ervan begrepen heb, er staat hier een grote toeter en daar kunnen de mensen een donatie in doen. En hoe het verder loopt zullen we zien vanavond. Ja, precies. Want is er uitzicht op verbetering voor Luc? Nou, het is erg moeilijk. Er staat een heel verhaal over Luc op www.luxanders.nl. En de doktoren in Groningen en Nijmegen en dergelijke kunnen ook nog absoluut geen toekomstbeeld van Luc geven. Luc, het is waarschijnlijk een bepaald syndroom waarvan ze absoluut niet weten wat het exact is. Nou, dat was behoorlijk schrikken toen hij werd geboren, want hij heeft het vanaf zijn geboorte, neem ik aan. Ja, Luc is inderdaad geestelijk en lichamelijk gehandicapt geboren. De eerste paar dagen, dan is het een beetje aankijken, maar je ziet al heel gauw dat het niet goed is allemaal.
En ja, toen is je eigenlijk al vrij direct in Groningen beland en ja, daar een hele tijd gebleven. Maar nu is je dus thuis? Luc is nu gewoon thuis en de aanbouw voor Luc is helemaal klaar. Luc heeft een eigen slaapkamer, een eigen badkamer. Er is een hele tillift door het huis heen gemaakt. En ja, de volgende stap waar we mee bezig zijn, dat is om te kijken voor passend vervoer. Want Luc krijgt te zijner tijd ook komt een broertje of zusje bij. We worden voor de tweede keer opa en oma. En ja, we gaan toch krijgen straks dat het vervoer een probleem gaat worden met de auto. En we zullen toch naar een auto moeten met rolstoel en dergelijke. Ja, zeker als die wat groter wordt natuurlijk. Zeker ja. Als die wat groter wordt. Het wordt ja. Nu al een probleem met 3 jaar om hem achter in de auto te krijgen in een aangepaste stoel. Ja. Maar hij heeft een aangepaste kinderstoel, aangepaste kinderwagen hebben ze al en dergelijke. En dat moet allemaal mee in de auto. Ja, precies. Ja. Dus. Anders kan hij niet bij u op bezoek komen. Nee, inderdaad. Dat gebeurt zo, ja. Dat klopt. Ja, want woont u in de buurt van uw kleine... We wonen 10 minuten bij onze kleinzoon vandaan. Dus mijn vrouw die past ook regelmatig op en dergelijke. En ze hebben gelukkig ook 20 uur hulp in de week. Dus dat is allemaal goed geregeld, ja. Nou, ik wens u heel veel sterkte met dit verhaal. En hopen dat het tweede kindje natuurlijk wel helemaal gezond is. Ja, en ik hoop dat er veel geld in de toeter belandt. Wij hopen het ook. Okay, goed. En alvast bedankt. Okay, graag gedaan en fijne avond. Ja, dank u slechts. Okay. Dames en heren, we zijn toe aan het tweede optreden van deze avond. En speciaal voor mij als Amsterdammer hebben we dan de Amsterdamse Blaaskapel naar Monnikendam gehaald. Annie de Leeuw die zal het een en ander over de vereniging vertellen en die zal ook de nummers voor u aankondigen. Dankjewel. Goedenavond, dames en heren. Leuk om hier te zijn. En ik ben heel blij dat ik de Amsterdamse Blaaskapel bij u mag aankondigen. Ik zal straks nog wel even het een en ander vertellen, maar eerst gaan we een stukje muziek maken. En dat doen we onder leiding van onze dirigent, Friso Hendricks. Applaus degene die dit geïnitieerd hebben.
Ik vond het heel leuk om uitgenodigd te worden. En als er een vervolg komt, dan zijn we erbij. Dat garandeer ik.